Dit is hem dan. Mr. Gay Netherlands 2015. En hier is hij vooral te vinden, in het stadhuis. Het gemeenteraadslid voor GroenLinks liet 9 andere finalisten achter zich tijdens de grote finale in Amsterdam. Zo blij, heel blij. Ja, echt super gaaf. Na zijn werk als docent en raadslid was Van der Nieuwenhuizen de afgelopen tijd vooral te vinden bij fotoshoots. Die weg naartoe naar gisteravond is dus eigenlijk dat we een fotoshoot hebben gehad, overal onze boodschap moesten vertellen, laten zien waarom we het wilden worden. En dan uiteindelijk hebben we gisteravond op het podium gestaan in 3 rondes en zijn we stevig aan de tand gevoeld door een jury. Volgens de kerstverse Mr. Gay is zijn titel prima te combineren met zijn werk in de politiek. Nou is het natuurlijk zo dat als vrouwelijke raadsleden in ondergoed gaan poseren, die worden niet meer helemaal serieus genomen, maar bij mannen kan dat dus wel. Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat als de inhoud goed is en er zit een leuke verpakking omheen, dat het 2 keer zo leuk zou kunnen zijn. En ik snap ook niet waarom we vrouwen die in ondergoed poseren niet meer serieus zouden nemen, want de boodschap is niet veranderd. Wat is jouw boodschap? Ons land wordt steeds homo-onvriendelijker. Van de 10 Nederlanders is er eentje homo of lesbo of transgender of bi. Eentje die accepteert het en de andere 8 niet. En daar moet je eens over nadenken. Nou, dat is een heel moeilijk land, een hele moeilijke maatschappij om in op te groeien. Dus ik wil naar de Tweede Kamer en ik ga daar op de barricade staan. En we gaan allemaal ervoor zorgen dat Nederland weer het homovriendelijkste land van Europa wordt.